Vlakbij de bossen en het dorpje Appelscha ligt een sfeervol familiehotel. Zij doen er alles aan om het hun gasten zo comfortabel mogelijk te maken en compleet in de watten te leggen. Bij Hotel Appelscha kunnen gasten volkomen relaxen na een intensieve dag van fietsen of wandelen door de ongerepte Drentse natuur. Eigenaar Monique van der Schoot en chefkok Martin Hoppers vertellen waarom het hotel en het dorp echt de moeite waard zijn om een keer te bezoeken. Wat is een familiehotel? Een hotel waar jong en oud zich thuis voelt. Mensen met kleine kinderen, bejaarde mensen. We proberen een huiselijke sfeer te creëren voor iedereen die hier komt. Het is belangrijk om een goede sfeer te creëren voor een familiehotel, dat iedereen zich hier thuis en welkom voelt. Het is belangrijk dat het laagdrempelig is, dat er voor iedereen een gezellig praatje is. 'S Avonds leuk de kaarsjes aan, lekker eten, open haard, spelletjes doen. Plezier voor jong en oud. Een familiehotel is geschikt voor een weekendje weg, een weekje vakantie, zakelijke doeleinden, bruiloften, partijen, vergadering. Eigenlijk voor alles. Als hotel zorg je voor een ultieme gastenbeleving, dat mensen zich erg welkom voelen bij het inchecken, waar we een heerlijk kopje koffie reserveren en mensen vertellen wat er in de omgeving allemaal te doen is. Onze mooie wandelroutes, fietsroutes. Er is zoveel moois in Appelscha en omgeving te zien. Als dat klaar is, gaan we naar de kamer en laten we de mensen hun kamer zien, waar een heerlijk bed staat, mooie televisie, een heerlijke plek om te kunnen ontspannen. 'S Avonds hebben we een mooi restaurant waar men heerlijk kan dineren. Daarna heerlijk bij de open haard met een wijntje of iets anders lekker kunnen relaxen. En 's ochtends een heerlijk ontbijtbuffet. Kortom, een plek waar iedereen zich goed voelt. Chefkok Martin verzorgt de ultieme gastbeleving op het gebied van culinair genot. Door gebruik te maken van seizoensproducten wordt er ieder seizoen een nieuwe kaart samengesteld. Voor welke lekkernijen de gasten terecht kunnen en hoe hij het menu samenstelt, vertelt hij ons. De gasten worden erg verwend met een culinair hoogstaand menu hier. Met speciale producten vanuit Drenthe, Friesland. De variatie voor de gasten is subliem. Iedere dag heeft een gast een andere garnituur. Het is niet zo dat ze 3 dagen hetzelfde krijgen. Het is iedere dag variatie. Daarnaast moet het visueel natuurlijk kloppen. Het plaatje, het gerecht moet natuurlijk kloppen. Kooktechnisch moet het natuurlijk kloppen. En smaaktechnisch moet het natuurlijk kloppen. De gast moet een werkelijke beleving hebben binnen het hotel. Het belangrijkste voor de keuken, binnen iedere kok, binnen ieder hotel, binnen ieder restaurant, is natuurlijk dat je speelt op de seizoenen. De aanvraag van de seizoenen. We komen niet 's winters met aardbeien bijvoorbeeld. 'S winters hebben gewoon een ander soort fruit. Ook qua groenten. Belangrijk voor een kok is dat hij daarin meespeelt. Niet alleen prijstechnisch, maar ook qua seizoenen en qua smaak. De meeste kick, of het nu in een hotel of in een restaurant, en dat geldt voor iedere kok volgens mij die bezig is met zijn vak, dat het plaatje rond is. Zowel de gast heel happy naar huis toe gaat, dat ze een leuke avond hebben gehad, een leuke middag, wat dat dan ook is, en dat ze tevreden naar huis gaan. En dat wij als chefkoks, als koks, daar een bijdrage mogen leveren, dat is verschrikkelijk leuk. En dat is iedere keer ook een uitdaging. We bepalen natuurlijk een 3-gangen menu, iedere keer, wat gevarieerd in elkaar zit. Maar mochten er nou bepaalde dingen tussen zitten die de gast niet wil of allergisch voor zijn, dan spelen we natuurlijk als gewone kok, goede kok, spelen we daar flexibel op in. In de omgeving van Appelscha is voor iedereen wat te beleven. Van natuurpark tot attractiepark. Welke bezienswaardigheden er allemaal zijn, vertelt Monique ons maar al te graag. In Appelscha zijn ontzettend veel bezienswaardigheden. Je kan hier heerlijk in een bosrijke omgeving wandelen, fietsen, mountainbiken, steppen. Er zijn hele leuke pretparken. Kortom, voor jong en oud is er van alles te doen. Als familiehotel kan je evenementen organiseren zoals bruiloften, vergaderingen, jubilea's, andere feesten en partijen. Eigenlijk alles is mogelijk. De voordelen om een huwelijk of een jubileum bij een familiehotel te houden is dat er meer aandacht is voor de persoonlijke wensen naar de gasten toe, zodat we mensen gewoon echt helemaal naar het zin kunnen maken. Heerlijk genieten en tot rust komen in de bosrijke omgeving van Appelscha.